voordat we verder op reis gaan. Wat? Wat is die Pokémon? Ik weet niet. Volgens mij ben ik vervloekt of zo. Ik ga het gewoon helemaal goed. Wat is hier aan de hand? Wie was die Pokémon? Ik vind het eng. Oké. Omdat ik te bang ben om naar buiten te gaan, moeten we binnen blijven. Ik en Charlie. Het is hier zo koud. Oké, go Charmander. Wat? Wat is dat? Oh, Charmander. Wat staat erop? Wat is dat? Oké, kom terug. Rip, Pokémon trainer. Oorzaak onbekend. Dit is een graf van een random Pokémon trainer. En hier loopt het dood. Wat is dit? Wat? Chest. Deze chest is nu open. Dagboek. Wat is dit? En botten van die persoon. Deze chest is nu dicht. Dag 32. Waar zijn de anderen? Oké. Vandaag heb ik een Pokémon gezien. Met heel veel kracht. Mijn vader zei altijd dat Pokémon gevaarlijk zijn. Heeft hij dan toch gelijk gehad? Van wie is dit? Oh, wacht. Nog een pagina. Dag 33. Ik ben al mijn spullen kwijtgeraakt. Na gisteren. Als ik die man niet had ontmoet. Of Mew zelf dan. Mew. Is die gevaarlijke Pokémon. Hij is gevaarlijk. Oké. Ik kan het graf niet zo laten. Hij is gevaarlijk. Maar ik kan hier niet voor eeuwig blijven. Ik moet hier weg. Het is veel te eng. Na die man had hij niks meer. Hij was al spullen kwijt. Oké. Ah, dat daglicht. Ah, mijn ogen. Dit doet gewoon pijn. Ik ben zo bang. Wat als die Pokémon mij probeert te pakken? Ik weet het niet hoor. Het is hier gevaarlijk. Dat graf en alles. Het is hier gewoon gevaarlijk. Ik moet in een grot. Dat is het enige waar ik veilig ben. Ik heb die Mew niet in een grot gezien. Maar wat nou als? Ik weet het niet. Die Mew is gevaarlijk. Ik mag hem niet tegenkomen. Ik moet hier weg. Ik moet hier proberen te overleven. Hier is een grot. In grotten heb ik hem nog nooit gezien. Nou ja, gelukkig ook maar. Maar daar ben ik dus veilig. Tenminste, dat hoop ik. Oké. Ik ga mijn spullen maar verzamelen. Oké. Buitenlucht. Oh, dat licht is nog steeds fel. Ik heb zo lang onder de grond gezeten. Ik weet niet meer hoe het voelt om buiten te zijn. Behalve laatst dan, toen ik die Mew zag. Maar het is zo gevaarlijk. Ik kan hier niet blijven. Ik moet gewoon naar een stad toe. Met pokeballs. Of ik moet mijn Charmeleon trainen. Als ik hem train, dan kan ik misschien die krachtige Pokémon verslaan. Hoe gevaarlijk die dan ook is. Of niet? Ik weet het niet, jongens. Ik weet het niet. Het is hier gevaarlijk.
waarom ben ik nou... Heb ik ooit in gedachten gehad om alleen op een Pokémon journey te gaan?